ben echt een heilig broodje. En ik ben ook niet ineens de goeroe van het vegetarische eten. Ik ben gewoon een vleesliefhebber. Maar ik ben me als vleesliefhebber wel van bewust dat het goed is voor het milieu om 1 of 2 dagen per week geen vlees te eten. Dus een beetje minder vlees eten, daar kan je het milieu een handje mee helpen. Maar dan ben ik als vleesliefhebber wel op zoek naar recepten die zo lekker zijn dat je het vlees echt niet mist. Dat is deze missie. Nou ja, ik ga vandaag weer zoiets maken waarbij je het vlees echt niet zal missen. Ik ga een vegetarische lasagne maken met aubergine, verschillende soorten kaas, pesto erin, ricotta. Ik denk hartstikke lekker. Ik heb 3 aubergines gewassen. En die aubergines snij ik eerst dat kapje vanaf. En dan snij ik het in centimeter dikke plakken. Verdeel dan de aubergines op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi dan de aubergines met zout aan 2 kanten. Zo maken we een tweede bakplaat met aubergines en zout. En dat zout zorgt ervoor dat het vocht gaat onttrekken uit de aubergines. Waardoor we de aubergines straks lekker kunnen grillen in de oven. We laten dat even 15 tot 20 minuten intrekken. En de oven verwarmen we vast voor op 200 graden. Na 20 minuten zie je dan dat er allemaal kleine vochtblaasjes zijn ontstaan op die aubergine. Nou, dat vocht gaan we dan een beetje droog deppen met een keukenpapiertje. Je ziet dat het al snel verzadigd is met vocht, dat keukenpapiertje. Ik heb nu maar 1 kant gedaan. De andere kant doen we dat ook even. Ja, op deze manier hou je ook het meeste zout er weer af, hè? Want anders zou het veel te zout worden. Nou, en dan gaan we een beetje insmeren met olijfolie aan beide kanten. Het makkelijkste is als je zo'n spuitje hebt, dat je zo'n beetje erop kan spuiten. Maar als je dat niet hebt, ja, dan kan je vanuit een fles kan je ook een beetje sprenkelen natuurlijk. Dan wrijf je met een bakkwastje die aubergine in met olijfolie. Ja, die oven die is al voorverwarmd. Hè. Ik zet hem nog even op grillstand. En dan zetten we die bakplaten met aubergines 40 minuten in de oven. En dan ga ik met 20 minuutjes de bakplaat even omwisselen. Om de onderste plaat even onder de grill te kunnen zetten, bovenaan. Dan vet ik in de tussentijd een scheutje olijfolie. Niet te heet, want olijfolie kan verbranden. En snipper een ui. En die ui die laten we dan 5 minuutjes rustig in de olie fruiten. Dan hak ik intussen 4 teentjes knoflook fijn. Ik let ze eerst even met mijn mes zo. En dan kan je ze makkelijk zo even fijn choppen. En voeg dan die knoflook ook maar toe. Dan heb ik hier een zak spinazie van 200 gram. Die gaan we even grof hakken. Het hoeft niet heel fijn hoor. Juist niet eigenlijk. Er mogen best nog wat hete blaadjes bij zitten af en toe. En doe al die spinazie dan ook maar in de pan. En die spinazie laten we dan op een laag vuurtje even een beetje slinken. Het gaat al vrij snel met spinazie trouwens. Zo, dit is prima. Zet het vuur dan maar uit. Dan breng ik een beetje op smaak met peper en zout. Dan gaan we iets maken voor de vulling. En daar gebruik ik ricotta voor. Doe de ricotta in de kom. Doe daar 1 ei bij. Zo'n bakje van 90 gram verse pesto. En een klein beetje nootmuskaat. Die kan je zelf raspen. Je kan het ook in potjes kopen. Misschien vind je dat makkelijker. Maar de smaak is er wel iets minder intens.
Nou, dit gaan we even tot een sausje kloppen. Nou, die aubergines die zien er mooi gegrild uit. Dus dan wordt het tijd om de lasagne op te gaan bouwen. Neem een grote ovenschaal. Ik heb hier een fles passata, dus eiktomatenpuree uit Italië. Deze is al gekruid met basilicum, dus dat is wel lekker. Een klein laagje op de bodem. En dan verdelen we zo een beetje over de bodem. We leggen op die bodem 3 lasagnebladen. Als je een nog grotere schaal hebt, dan worden het er misschien 4. Dit zijn verkoren lasagnebladen. Je kan ook de normale eierlasagne nemen. Maar verkoren, dat vult wel wat meer en dat is eigenlijk wel beter voor je. Doe nog een klein laagje van die passata erop. En verdeel het maar een beetje over je bladen heen. Dan leg ik hier de helft van de geroosterde aubergine erop. Dus dat is 1,5 aubergine. Dan doe ik daar weer de helft van het ricotta mengsel op. Ricotta met de pesto, hè. Doen alle spinazie met ui. Dat doen we erop. Nou, verdeel het ook zo een beetje erover. Dan om toch een beetje een crunch te hebben, knijp ik 1 handje walnoten fijn. En dat verdeel ik over de spinazie. Dan heb ik hier een bol mozzarella. En die maak ik gewoon fijn met mijn handen. En die doe ik er dan in stukjes zo overheen. En ik rasp er wat grana padano overheen. Dat is eigenlijk meer voor het beetje het zoutige karakter wat het dan krijgt. Dan leg ik een nieuw laagje met lasagnebladen op. Druk het maar een beetje aan zo. En dan ook weer een laagje van die passata. De andere helft van de gegrilde aubergines. Doe ik nog een klein laagje van die passata erop. Nou, dan is de fles al zo'n beetje op. De rest van de ricotta mengsel gaat erop. De tweede bol mozzarella. Sprinkel er een beetje chilivlokken overheen. Een beetje pittigheid te geven. En nog wat grana padano. Of parmezaanse kaas. Pecorino kan je ook heel goed gebruiken hiervoor. Bedek dan je schaal met aluminiumfolie. En zet dan je ovenschaal voor 3 kwartier in de oven. Die nog steeds op 200 graden verwarmd is. A little longer than a few minutes later. Hang dan 3 kwartier. De aluminiumfolie van de schaal af. En laat het dan nog 10 minuten in de oven staan. Zo, nou, dat ziet er goed uit hoor. Het is lekker aan het bubbelen nog. Het is natuurlijk hartstikke heet. Nou, dan garneer ik nog een beetje met wat verse blaadjes basilicum. Dat is altijd wel lekker erbij. En dan er zitten natuurlijk al walnoten in, maar je kan nog een beetje extra zo op de bovenkant strooien. Dan heb je nog een beetje extra crunch. En dan een lekker stukje ervan afsnijden. Ja, ik kan nooit helemaal mooi opscheppen dit. Maar het gaat er vooral om hoe het smaakt. Ja, dit is wel weer iets om blij van te worden, hè. En echt een voorbeeld waarbij je vlees niet mist. Want dit is gewoon zo ontzettend lekker, hè.
De verschillende kazen die we erin hebben gebruikt. De mozzarella is lekker smeuïg geworden. De crunch van die walnootjes die erin zitten. Top vegetarisch receptje. Ja, probeer het zelf maar. Je kunt het recept vinden op turfandfoodblog.nl. Geef een duimpje omhoog. En laat een reactie achter. Ja, en vergeet je niet te abonneren natuurlijk, hè. Probeer het maar. Tot de volgende keer. Hoi!